Nigel Bertrams, ik denk dat je wel snapt dat ik naar één situatie moet vragen vandaag. Ja, ik ga gewoon na 3 minuten ga gewoon de fout in. Mijn fout. Wat gebeurde nou? Want de bal werd natuurlijk wel even aangeraakt door de sporksleden, waardoor hij een iets andere draai kreeg. Maar je kwam uit, maar niet heel erg overtuigd volgens mij. Nee, ja, de bal werd aangeraakt. Er zit een lelijke spin aan. Ik wil de bal uitnemen. Of ik wil de bal pakken gewoon. Komt niet op tijd, dus ik wil hem in de stuit pakken, maar ik time de bal verkeerd en ik zit gewoon mis. En wat doet dat met zo'n wedstrijd? Denk je dat het veel effect heeft op het team? Ik denk dat het wel een aardige klap was voor het team, maar daarna knokken we ons heel goed terug naar de 1-1. En het is natuurlijk kloten dat we nog uit de corner de 2-1 weggeven. Ja, want je kon redelijk vrij teruggekopt worden. Bij die tweede leek ook wel van dat had ook meer aan kunnen doen. Sorry? Aan die tweede goal was ook misschien wat meer kunnen doen, want er zijn 2 man die vrij worden gelaten in de 16. We verliezen 2 man het duel, inderdaad, en ze kunnen hem uiteindelijk binnenkoppen. Dus dat mag niet gebeuren. Ik denk dat Willem II stiekem ook nog een handje mag knijpen, want jullie hebben eigenlijk 2 kansen, 100% kans nog gehad. Ja, inderdaad, en wij verzilveren ze niet. En zeg misschien wel genoeg over wat voor wedstrijd het was. Ja, dat is denk ik illustrerend voor, want NAC was vandaag, dit was een van de slechtste thuiswedstrijden denk ik, van het seizoen. Het zit er dik in, ja, inderdaad. En het verdient het publiek niet. Het publiek was weer, zoals gewoonlijk, was echt fantastisch. En dat verdienen ze zeker niet. Is dat na zo'n fout zelf, speel je dan zelf ook een moeilijkere wedstrijd? Of heb je dan nog steeds genoeg vertrouwen om vol erop te gaan? Tuurlijk, het is een behoorlijke klap, helemaal in zo'n wedstrijd. Ja, je wil sowieso niet die fout maken en deze wedstrijd helemaal niet. Maar ik probeer me zo snel mogelijk overheen te zetten en gewoon te focussen op de volgende bal. Woensdag Sparta, dat gaat nou wel een hele belangrijke worden. Dat gaat een hele belangrijke worden en we zullen allemaal moeten staan. Ja, succes. Yes, dankjewel.